Ik zit nu denk ik 5 weken op school. De leraren op groepsbeleg vind ik leuk, want ze zijn heel aardig en ze zijn heel duidelijk met wat je moet maken en hoe je het moet maken. Ik vind Engels leuk omdat we in de les altijd Engels praten en daardoor leer je de taal ook beter. Ik zit al 5 weken op groepsbeleg. Bij Nederlands op de iPad dan moet je dus gewoon oefeningen maken. En als je dan een paar fouten hebt, dan gaat dat programma gaat er zelf mee werken. Wat je fout hebt, dan krijg je dan meer oefeningen voor. Ja, ik vind dat wel heel makkelijk, want dan kan je in de dingen die je moet verbeteren, kan je automatisch gewoon oefenen. Als je heel veel uitleg krijgt en heel lang achter elkaar uitleg krijgt, dan sla je minder op dan dat het kort en krachtig is. Ik vind plannen fijn, omdat je dan weet wanneer je echt wat moet maken en wanneer je vrije tijd hebt. Aan het begin van de eerste les, daar kregen we ook uitleg over hoe de studiewijze bij dat vak werkte. Want dat heb je eigenlijk ook nog nooit echt gehad op de basisschool. Dat is eigenlijk over het algemeen wel allemaal nieuw. De hele tijd uitleg is ook best wel irritant, want je let dan op een gegeven moment niet meer op. En dan is het wel fijn dat je zelfstandig mag werken. Ja, we moesten pas geleden samen een SO maken. Dat vond ik wel leuk. Ja, het is wat anders dan normaal. De ene denkt iets anders en de andere denkt, die denkt weer wat anders. Dus dan ga je samen discussie aan en dan het beste antwoord komt er dan uit. En dat vul je dan in. Dus dat is goed samenwerken vooral. En ik had uiteindelijk ook nog eens een avond.